Goedemorgen dames en heren, welkom bij deze grandioze opening van de tuinkamer. En even een klein stukje geschiedenis. Deze ruimte hierachter werd eigenlijk niet meer gebruikt. En toen hebben wij bedacht, we willen graag wat meer loopruimte, wat meer bewegingsruimte voor onze bewoners. En we willen hem vandaag even feestelijk openen. Nou, geachte dames en heren. Van harte wens ik jullie veel plezier met de opening van de nieuwe tuinkamer. Geweldig, dank u wel. Hier is de zaal. Mag ik knippen? Mag u het lintje doorknippen? Ja! Dank u wel. Kijk eens. Oh, wat mooi zeg. Mooi, hè? Dat is mooi. Ja, gaat u maar kijken. Fantastisch. Oh, wat mooi. Ik ga alleen maar zoeken. Ja, ik ga ons even zoeken. Hoe was dat? Heel leuk. Ja? Een leuk idee dat ik dat mocht doen. Ja. En wat was er nog meer zo leuk? Want had u het verwacht wat er achter die deur zat? Nee, absoluut niks. Ik vond het geweldig toen ik dit zag. Ja, want hier hoor je de vogeltjes en er staat een poes en er staat van alles. Het is geweldig mooi. Daar gaat u wel vaker zitten? Dat denk ik wel, ja. Ja. Wat kun je dan horen? De vogeltjes kan je horen fluiten. Oh. Dat is altijd leuk, hè? Ja. 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 Lief, hè? Mooi, hè? Ja, is dat een mooie licht? Oh, mooi, hè? Ja. Nou, wij hebben dit vooral bedacht omdat op deze verdieping geen mogelijkheid was om een terras aan te schaffen. Omdat de constructie niet stevig genoeg was daarvoor. En we willen toch graag dat onze bewoners ook het buitengevoel krijgen op eigen initiatief. Maar hier kunnen ze gewoon zelfstandig heen lopen. Want we hebben wel terrassen op de eerste verdieping en de begane grond. Maar dan gaat dan meestal met begeleiding. Dus. En hier kunnen de mensen zelf naartoe. Wat is hier zoal, ja, wat is hier zoal te vinden voor de mensen? Ja, de bedoeling is dat ze hier rust krijgen. En onder andere hebben we dat geprobeerd door een vogeltjesboom. Die maakt vogelgeluiden als je binnen de 5 meter komt. Dat staat een sensor aan. En de geluiden wisselen de hele tijd. Dus dat is één van de dingen. Ja, en ik zie hier een wand met hele fraaie bloemen. Wat is daar de bedoeling van? Ja, het is ter decoratie. Maar we willen ook dat ze het gevoel krijgen van de seizoenen. Dus we willen dat meermaals wijzigen wat op de achtergrond is. Zodat ze het meer krijgen. Heel erg leuk. En ik hoorde net al van de bewoners dat ze het fantastisch vinden. Dus het is een goed idee geweest. Dat was de beneden.